Ooit werkte hij bij de Dordtse Kids Playground. Maar nu die overdekte speelplaats verdwenen is, wil hij het liefst zelf iets oprichten. Onder de naam Be Happy Kids werkte Van Leeuwen daarom zijn plannen uit en zocht investeerders. Hij had zelfs al een pand op het oog, totdat het vorige week misging. Heel eind op weg, pand, tekeningen zijn gemaakt in 3D en dergelijke. En we waren heel vet totdat mijn mentor en ik afgelopen vrijdag bij de bank waren. Na 3 maanden een antwoord kregen en dat was nee, jammer genoeg. De bank vindt het risico te groot, ondanks dat Van Leeuwen voldoet aan het percentage eigen inbreng. Ook heeft hij al 2 investeerders gevonden, waaronder de gemeente, die garant staat voor 25.000 euro. Ze zijn het met hem eens dat een overdekte speelplek voor kinderen een aanwinst is voor de stad. Zeker in de wintermaanden, in de slechte maanden van het weer. En ik heb natuurlijk mijn ervaring als bedrijfsleider bij Kids Playground. En ik zie gewoon dat kinderen heel veel plezier hebben. Kijk, hier heb je geen rodelbaan om je heen. Hier heb je geen trampolines. Kinderfeestjes, ja. Mensen die kunnen natuurlijk hier wel in de zomer als de kindjes jarig zijn een kinderfeestje vieren. Maar bij mij kan het ook. Komt een dansvloer in. En als het mee zit, en dat ligt er maar aan hoeveel geld dat we dadelijk via een investeerder los kunnen krijgen. Een mini-kermis, die komt dan speciaal uit Italië. Daarnaast komen er ook workshops voor kinderen en moet het speelparadijs toegankelijk zijn voor gehandicapten. Ondanks de tegenvaller blijft Van Leeuwen positief. Hij heeft alweer een nieuw pand op het oog aan de Kamerling Onnesweg. Want doorgaan, dat doet hij zeker. Ja hoor, mijn droom gaat. Ik heb op mijn highs heb ik geschreven van al moet ik het lint doorknippen met mijn laatste adem. Maar de droom voor mij en zeker voor al die kindertjes uit Dordrecht en omliggende steden, ja die komt er echt. Ik ga echt door. We gaan nu proberen om investeerders te zoeken. Dus het is eigenlijk nog een klein oproepje. Van mensen, weten jullie toevallig iemand die hier geïnteresseerd is? Neem even contact op met RTV Dordt en die verwijs je dan weer naar mij door.